لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 2022 de maand van Ramadan. We zitten hier met prachtige mensen hier in Mekka en we zijn van plan inshallah om een tweede Umrah te doen voor onze overledene mensen. We zullen inshallah iedereen, elke overledene persoon, moslim of niet moslim, maakt niet uit inshallah, we gaan ze allemaal in onze gedachtenis houden. Allah barakat versen, mo Allah inshallah jullie allemaal belonen. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Vanuit Mekka, Gardens of Sincere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. We hebben een janaza gebed gebeden en we hebben juist iemand begraven. Leerlingen voelen de realiteit toch wel heel hard. We hebben ook de familie gecondoleerd. Dus het was toch wel een speciale ervaring. We hopen en we vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala dat het van ons aanvaardt. Jannat al-Baqi, Medina, waar vele sahaba zijn begraven. Allah irhamhum jami'a inshallah. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We zijn vandaag Jum'a, laatste avond, laatste iftar. Met de shabab, met de jeugd hier. Het doet toch wel pijn in onze harten om afscheid te nemen van deze heilige plek. Zo iftars zijn uniek. Dat zijn zaken dat wij zelden tegenkomen in België. We gaan deze plek missen. Moet Allah inshallah het allemaal aanvaarden van ons allemaal. Moet Allah inshallah jullie allen leiden in België. Moet Allah inshallah jullie allen hier ook uitnodigen. Barakallahu feekum. Salam alaikum. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وزينا ونتيتن. Onze laatste iftar in Medina, in een heilige plaats. En mijn vraag is natuurlijk nu, wat vonden de leerlingen van deze reis natuurlijk? Wat was het beste moment? De Kaaba zien. Het beste moment was met ons begroetmoment. Mashallah. Het eerste moment waarop de Kaaba zit. Kaaba zien? Ik heb hier genoten van elk moment. Elk moment? Het beste moment. Elke seconde, elke minuut. Mashallah. Mijn broeders zien. De Kaaba zien. Kaaba zien? Ook de Kaaba zien. Kaaba zien? En Mekka het algemeen. Ja, aan de profeet. De profeet zien? Ihram staat. Eerste keer Kaaba zien. Eerste keer Kaaba zien. Toen ik de moskee zag, toen ik Kaaba en onze profeet. Zemi? Mekka in het algemeen. Wat doe? Alles in het algemeen, maar de beste was gewoon Kaaba zien. Eerste keer in je leven was gewoon top. Wel met onze hier, goede groep. Dat was gewoon goed, echt top. Ik raad iedereen aan om te komen. Mashallah. Voor hem? De eerste moment van het Kaaba. Eerste moment Kaaba? Aan wie is het van onze profeet? Aan wie is het van de profeet? Gewoon de eerste keer dat ik Kaaba heb gezien. Is het Kaaba gezien? Le meilleur moment? Hoe is dat? Allah het kabbel. Mashallah, mashallah. Moet Allah het inshallah van ons allemaal aanvaarden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك.
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. السلام عليكم يا رسول الله van alle sympathisanten, al onze donateurs, alle leerlingen, alle mensen in België. Salam alaikum ya Rasulullah van al diegenen die wij het gevraagd hebben. Salam alaikum ya Rasulullah van Hans Europa, van alle mensen. Salam alaikum ya Rasulullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. We weten met de shuhada die hier gestorven zijn, zoals Hamza, Allah yarhamhum jami'a. En dat is Uhud, subhanallah, Hans, deze gevecht is Uhud. En hier stonden eigenlijk de boogschutters die eigenlijk de dekking moesten zoeken. Uhud wordt getekend als een verlies. Iets als de markt gewond geraakt. En ook waar dat heel veel moslims eigenlijk het leven zijn verloren. Uhud wordt beschouwd als een dekking. En wij houden ook van Uhud. Wauw. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We zijn momenteel in Masjid Quba. We hebben juist twee rakat gebeden. En de profeet Sallam is eigenlijk, toen hij naar Medina kwam, is eigenlijk eerst en vooral naar hier gekomen. Om eigenlijk, hier heeft hij zijn eerste stop gedaan. 4 dagen verbleven. Heeft hij hier de eerste stenen gelegd van de eerste moskee ooit gebouwd in de geschiedenis van de islam. En vervolgens had hij de gewoonte om elke zaterdag terug naar hier te komen om eigenlijk hier 2 rakat te bidden. En hij zei, diegene die dat ook doet, die krijgt dan inshallah de beloning van een umrah. Wij, alhamdulillah, we hebben dit gedaan tijdens de maand Ramadan. Dus we vragen aan Allah, inshallah, subhanahu wa ta'ala, dat hij het van ons allemaal aanvaardt. Amin, amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We zitten momenteel in Masjid Qiblatayn, waarin de vers is geopenbaard van Padnara. Dat betekent dat Allah zag dat de profeet eigenlijk zijn hart naar de Kaaba verlangde. Eigenlijk wou hij eigenlijk richting de Kaaba bidden, maar hij schaamde zich om dit te vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar Allah wist wat er in zijn hart is. En op die manier, zijn ze van Qibla veranderd. Dat was de eerste Qibla, richting Masjid al-Aqsa, naar Jeruzalem. En in deze moskee is deze vers dan geopenbaard, waarin ze 180 graden moesten draaien richting de Kaaba. Hier is eigenlijk de geschiedenis van deze gebeurtenis plaatsgevonden. Voor de rest niet speciale beloning ofzo, maar wel interessant om eens naar hier te komen. Het is de laatste zicht van ons, inshallah, van de Kaaba voor dit jaar. We hebben de afscheidstawaf gedaan. We hebben dua gedaan voor alle donateurs, voor alle sympathisanten van Gardens of the Sincere. We willen iedereen bedanken voor hun donaties. En we hebben dua gedaan voor jullie allemaal. Ook voor de niet-donateurs, het maakt niet echt uit. We willen inshallah jullie rijk belonen voor alles wat jullie gedaan hebben. Laatste zicht van de Kaaba. Mu'allah inshallah, alles aanvaarden wat we hier allemaal gedaan hebben. We hebben tawafs gedaan, we hebben omras gedaan, we hebben qiyam al-layl gedaan, we hebben van alles gedaan, alhamdulillah. Mu'allah inshallah het aanvaarden en mu'allah inshallah tevreden zijn.